Maar Peter Bos is niet een Harry Potter die met een toverstokje zwaait. Marco, we hebben zojuist de eerste wedstrijd van PSV in de Eredivisie gezien. Ze hebben de jacht op de landstitel geopend, hè, tegen FC Utrecht. Het is wel weer gebleken dat Utrecht een taaie tegenstander is. Hè. Het ging nogal moeizaam, zeker de eerste helft. Ik vond Utrecht geen taaie tegenstander voor PSV. Ik vond dat PSV het soms in de eerste helft zelf niet goed deed. Waardoor ze Utrecht de kansen eigenlijk gaven. Als je op het middenveld heel slordig bent in balbezit en je hebt veel mensen voor de bal, ja, dan is het één paas. En dan staan ze voor je keeper. Dat was een aantal keren het geval. Ook tweede helft nog een keer. Met Doefikas. Die dan niet afmaakt. Boskagli die indribbelt in het middenveld. En dan balverlies en één paas. En dan staan ze voor het doel. Dus de PSV deed dat eigenlijk zelf niet goed. Nee, maar over de eerste helft. Ja, ik hoop dat jullie dezelfde wedstrijd hebben. Ja. Daar kan ik niet tevreden zijn. Want daar vond ik dat we in zo'n laag tempo speelden. Dan speel je een tegenstander niet kapot. En natuurlijk deden zij vanaf minuut 1 ook alles eraan om het tempo uit het spel te halen. Maar ik vond dat wij daar heel hard aan meededen. En dat heeft te maken met dat je in balbezit allemaal in beweging moet zijn. Dat je de man aan de bal opties moet geven. En ja, dat was, vond ik, heel slecht verzorgd. En als dat in balbezit al niet goed is, dan zie je ook dat we de tweede ballen niet echt oppakken. Dat je zelfs kansen weggeeft aan Utrecht. En dan is er maar één reden waarom je in de rust met 1-0 voor staat. Dat is individuele klasse. Ja. En daar was ik dus niet tevreden over. En dat heb ik ook in de rust gezegd. Ze hadden 23 doelpogingen. Utrecht had er een stuk of 6, geloof ik. 5 of 6. Wel een paar grote kansen. Maar als je 23 doelpogingen hebt, dan moet je zelf gewoon veel meer scoren. En dat hebben ze nagelaten. En dan, ja, dan kan het vanzelf wat moeilijker worden. Maar ja, kijk, ze hebben hier ook trainers gehad, zoals Roger Smit. En die zei na zo'n wedstrijd, perfect game. Clean sheet, 3 points, 2-0, no injuries. Zo kun je er ook naar kijken. Maar ze hebben nu een trainer. Ja, die kijkt er even heel anders naar. Hè? Ik kijk altijd de wedstrijd nog naar. Ik zou jullie ook adviseren om dat een keer te doen, de eerste helft. Dan zul je zien in wat voor laag tempo wij gespeeld hebben. Gaandeweg de tweede helft werd dat wel beter. En ja, dat hebben we, vind ik, maar aan één ding te danken. En dat zijn de wisselspelers. Die 5 die erin gekomen zijn, die hebben laten zien hoe je moet voetballen. Die hebben laten zien met welke intensiteit je moet spelen. En die hebben daarin echt het voorbeeld gegeven. En dankzij hen, vind ik, hebben we deze wedstrijd gewonnen. Omdat de 1-1 ligt altijd op de loer. En deze jongens die vielen in met intensiteit en zoals het moet. En dat heb ik ook na afloop tegen het hele elftal gezegd. Van dit is zoals je moet spelen. En als je er ooit in moet komen, dit is zoals je erin moet komen. Geweldig. Je hebt wel eens van dit soort wedstrijden erbij natuurlijk. Dat het in de ogen van de trainer wat moeizamer draait dan hoe hij het ziet. En in dit geval ging het om de intensiteit, het baltempo, de nauwkeurigheid. Want PSV was wel slordig aan de bal. Ja, dat heeft hij me ook verteld in de rust. Dat ik meer intensiteit moest leveren in de wedstrijd. En dat ik, dat is ook wel het verwacht van de wissels. Dat zij het verschil maken. Ja, de nieuwe standaard van PSV. Hè? Het moet allemaal, hij is zeer kritisch, het moet allemaal beter. Nou ja, maar hij is ook hij is niet gespeeld kritisch. Er zit geen toneelspel bij. En hij weet ook wel dat de mensen op de tribune niet gek zijn. En dat ook de journalisten die er naar kijken ook niet gek zijn. En die zien ook wel dat PSV heel slordig is aan de bal. En dat het baltempo te laag is, de eerste helft. We hebben het er natuurlijk van tevoren over gehad. Een start van een competitie vind ik altijd heel belangrijk. Of je loopt gelijk achter de feiten aan, of je doet gelijk mee. Nou ja, goed. We doen gelukkig gelijk mee. In de Kuip winnen ze de Johan Cruijffstraat. Ze zetten meteen een hele grote stap richting de play-offs van de Champions League. Hè, door 4-1 van Sturm Graz te winnen. Daar sta je dan met anderhalve been in. En dan verwacht je eigenlijk een meer zwingend PSV. En die verwachting is misschien gezien de transformatie die PSV moet gaan maken van een wat meer behoudende speelstijl. Waarin overigens volgens mij ook heel veel gescoord werd hoor. Toch meer naar een attractieve aanvallende speelstijl. Ja, dan verwacht je misschien dat net als in de andere twee wedstrijden is. En dat was dit keer niet zo. Maar Peter Bos is niet een Harry Potter die met een toverstokje zwaait. En meteen die hele transformatie voltooid heeft. Zo is het niet. Dat gaat gepaard met hard werken. Dat gaat gepaard met scherpte op de trainingen. Daar is hij verantwoordelijk voor. Maar ook scherpte in de wedstrijden. Nou, daar was hij niet tevreden over. Dat begint in het hoofd, zei hij. Ja, dus daar is hij heel scherp op. Hij zit daar kort op. Hij verwacht meer van zijn spelers. Ik denk dat het zoiets in je hoofd afspeelt. Dat je er gewoon niet klaar voor was om deze wedstrijd weer vol gas te spelen. En nou ja, goed. Dat moet veranderen, want we moeten beter aan een wedstrijd beginnen. Ja. En in een hoger tempo aan een wedstrijd beginnen. Ik denk dat dit seizoen meer tegenstanders zullen terugplooien.
En dat moeten wij zien te slechten. Nou, dat kan met een individuele actie, zoals Noah heeft laten zien. Dat kan met spelers die er overheen klappen, zoals Patrick heeft laten zien. Maar er moet meer gebeuren. En dat is met name, je positiespel zal in een hoger tempo moeten. Zoals we geëindigd zijn, dat vond ik wel goed. Guus die kan bijna twee keer scoren, maar dat is wel omdat hij diep loopt. Omdat hij gevaarlijk is. Als je zag hoe Ismaël inviel die tweede helft. Dat is wat je wil hebben als mensen erop komen. Die maakten echt het verschil. Dit is wat je wil zien van je spelers. En dat heb ik bij bijna niemand gezien die gestart zijn in de basis. Ja, hij zei zelfs dat de spelers er nog niet helemaal klaar voor waren en dat de wissels uiteindelijk bepalend waren in deze wedstrijd. Dat is een opmerkelijke uitspraak, dat de wissels uiteindelijk bepalend waren en dat die de wedstrijd gewonnen hadden. En dan bedoelt hij de intensiteit waarmee bijvoorbeeld een Saibari inviel, alweer. Hè, dat deed hij al eerder. Ook in de Kuip deed hij dat bijvoorbeeld. Ik vond geweldig hoe die inviel op dat middenveld. Dat was echt de verbindingsspeler die het gewoon geweldig deed. Ja, die jongen die laat zien aan zijn trainer. Coach, denk ook eens aan mij voor een basisplaats. Nou, dit keer ging het ten koste van Babadi. Moet die jongen niet gaan wanhopen. Hè? Bos zei ook van, dan moet hij maar beter spelen. Ja, dat zijn inderdaad de harde wetten van de voetballerij. Babadi wissel je dan in de rust. Hè? Had een wat moeilijkere helft. Is dat lastig voor zo'n jongen? Of kun je dat dan met hem ook wel prima managen op zo'n moment? Ja, dan moet hij beter spelen. Ja. Nee, dat is hard, weet ik. Maar ja, goed, de topsportwereld is ook hard. Maar ja, daar komt hij dan nu dan gewoon achter, zou ik maar zeggen. Ik denk dat dat de beste leerschool is. Komt misschien hard aan bij iemand die net 18 is. Aan de andere kant, ja, dat is ook wel de beste leerschool, precies zoals hij het zei. En wij mogen met z'n allen niet verwachten dat die jongen iedere wedstrijd tot de uitblinkers behoort. Dat deed hij wel tegen Sturm Graz, dat deed hij ook in de Kuip. Ja, nu niet, nu had hij een wat mindere dag. En dan staat er dus iemand klaar met Saibari, die het meteen aan zijn trainer laat zien. De trainer, ik ben er klaar voor. Guus Til viel weer in, kan ook op die plek spelen. Had twee hele grote schietkansen direct. Dus ja, Bos heeft daar mogelijkheden en heeft daar met Melk Tilman weer eentje bij gekregen. Ja, er komen dan weer wat. Er komt weer een nieuwe speler binnen. Wordt hard werken dan, hè? De komende week om erin te blijven natuurlijk. Ja, een ploeg als PSV heb je veel concurrentie. En we verwelkomen Tilman met open armen. Dus dat is geen probleem. Die Tilman inderdaad, is dat een beetje de vervanger van Simons dan? Ja, zo moet je dat wel zien, ja. En het wordt daar dringen op die plek. Ik bedoel, als je even vanuit gaat dat Sangaré er nu nog is, hè, dan heb je Sangaré Veerman, dat staat wel redelijk vast. Ja, dan heb je nog één plek over. En dan heb je dus Babadi, Guus Til, Saibari en Tilman. Waarbij Tilman geen jongen voor de bank is. Die haal je niet voor de bank. Dat is een jongen die al wat verder ook is in zijn carrière dan Saibari en Babadi. Die heeft laten zien bij Rangers over bepaalde wapens te beschikken die PSV misschien wel nodig heeft. Hè. Je moet scorend vermogen opvangen van Simons. Nou, dat heeft hij. Voor de rest is het wel een beetje een soortzelfde type als Guus Til. Waarbij hij misschien rond de 16 nog iets verfijnder is in de techniek. Maar ook hij moet het hebben van de diepte zoeken en op het juiste moment voor de goal verschijnen. Dus er wordt dringen daarvoor in. En dat het middenveld nog erg zoekend. Hè? Daar heeft Bos ook meerdere plannen mee met eventueel twee nummers 10. Om op die manier ook te gaan spelen. Ja, hij kan ook kiezen om met twee controleurs te spelen. Één nummer 10. Misschien een keer met vier middenvelders, precies hoe hem dan uitkomt. En er komt weer een middenveld erbij, hè? Inderdaad, jij die Schouten lijkt voor PSV te gaan kiezen. Zelfs boven AC Milan gaat hij ook afzeggen. Waarschijnlijk gaat hij naar PSV. Ja, gaat naar PSV. Hij gaat zeker naar PSV. Wat voegt hij dan toe? Is hij dan de vervanger van Sangaré, zeg maar, voor meer het voetballende vermogen? Het is in elk geval zo dat op dit moment, als je kijkt naar de selectie van PSV, Gutierrez is vertrokken. Voor Sangaré is veel belangstelling. Ik sluit niet uit dat hij in deze window gaat. Hè. Iedereen houdt daar toch wel een beetje rekening mee. Ja, dan heb je niet heel veel vervangers daar voor die rol. Ja, met Jerry Schouten voegt hij daar iemand toe die dat meteen kan. Het is een jongen die in de Serie A bij Bologna hoog op de lijstje staat van spelers met de meeste intercepties. Hoog met de balveroveringen. En hij speelt bijna alles wel naar de juiste kleur. En dat is ook belangrijk in het spel van Bos. Ja, hij wil daar een voetballer hebben op die plek. Iemand die belangrijk is in het veroveren van de bal. Maar ook vervolgens dan weer belangrijk kan zijn in de opbouw. Dat heeft hij eerder bij Ajax ook gedaan met Lasse Schöne. Hè. Dat denk je ook in eerste instantie niet aan een controlerende middenvelder. Pas op, je moet echt controlerende middenvelder zeggen. Geen verdedigende middenvelder bij Bos. Ja, Schouten is zo'n type die dat zeker kan. En dat hij voor PSV kiest en niet voor Milan, is omdat hij eigenlijk meer zekerheid van spelen wil hebben. Omdat hij natuurlijk in Nederland zelf al wil voetballen. En
Bij PSV denkt hij, na gesprekken met deze trainer, want ze zijn al even met deze deal bezig. Ik geloof zelfs al anderhalf tot twee maand. Bij deze trainer heeft hij een heel goed gevoel en hij denkt dat hij onder deze trainer veel gaat spelen en dan zijn kansen weer in Oranje gaat krijgen. Pieter Zwart noemde hem een slimme controleur die ook de hartslag kan bepalen van je elftal. Ja, nou ja, dat is precies wat het is. Een jongen die belangrijk moet zijn in het bewaken van de organisatie, een balansbewaker en zo, en heb je altijd nodig. Maar dan wel eentje die niet alleen dat goed kan en ballen kan afpakken, nee, maar ook eentje die goed kan voetballen. En zo'n type wil hij daar hebben. Ik denk dat om die reden Stijn Spierings niet is doorgegaan. He, daar was PSV wel mee in gesprek, maar uiteindelijk kwam die niet. En ik denk dat Bos gekeken heeft naar welke kwaliteiten hij vindt dat een controlerende middenvelder moet hebben. Ja, en Jerdy Schouten past daar meer bij. En ik sluit zelfs niet uit dat als Sangaré gaat, dat ook Aster Franks er nog bij komt. Want zoals hij terecht zei op de persconferentie net, ja, je moet eigenlijk, als je drie spelers op middenveld opstelt, moet je eigenlijk zes hebben. En die heeft PSV daarvoor die plek zeker niet. Het wordt wel heel vol op middenveld, hè? Je krijgt er wel aardig wat. Ja, maar ik zet er ook wel een paar neer, hè, op het middenveld. Dus zet ik er meestal drie neer. En dan zou je al zeggen dat we er zes nodig hebben, wil je de posities dubbel bezet hebben. En soms komen we er zelfs met vier te spelen. Ja, op VPRO heeft Pieter Zwart uitgebreid analyses over zowel Tilman en Jerdy Schouten. Dus voor de mensen, die kunnen dat gaan lezen van Pieter Zwart op VPRO. Ik wil nog even afsluiten toch met Noah Lang, want die is toch wel individuele klasse. Die 1-0, die zou zeggen kort hoek is altijd voor de keeper, maar PSV moet juist dominant zijn aan de bal op de helft van de tegenstander en dan tot kans komen. Als dat wat moeizamer gaat, ja, dan heb je altijd spelers nodig die met individuele klassen een wedstrijd kunnen openbreken en zelfs beslissen. En die heeft PSV in huis. Een Bakayoko kan dat. Een Veerman met een schot kan dat. Of met een steekpaas. Luc de Jong kan dat bijvoorbeeld met zijn hoofd. Kan hij uit het niets een goal maken. Dat deed hij tegen Sturm Graz ook weer. En dan heb je Noah Lang. En Noah Lang is, ja, geef hem de bal maar. En ik zou bijna zeggen, hij doet er bijna altijd iets goeds mee. Dat is echt leuk om naar te kijken. En zeker voor het publiek hier in Eindhoven. Wat gaat er gebeuren als hij de bal heeft? Gaat hij binnendoor? Gaat hij buitenom? Geeft hij een steekbal? Gaat hij schieten? In dit geval ging hij buitenom en schoot een kaart in de korte hoek. Dus het was een ontzettende mooie goal. Hij heeft inderdaad de nummer 7 overgenomen van Xavi Simons. Maar je kan bijna zeggen, ja, die wordt bijna vergeten hier. Daar praat hij wat meer over. Hè? Nee, maar dat heeft ook te maken met hoe PSV nu voor de dag komt. Als jij in de eerste drie wedstrijden de eerste competitiewedstrijd wint. Je zet een hele grote stap richting play-offs van de Champions League. En je vindt de Cruijffschaal in de Kuip van kampioen Feyenoord. Ja, dan is het logisch dat mensen allemaal heel tevreden zijn. Maar gezegd wat ik al eerder zei, Peter Bos is geen tovenaar. Hij zwaait niet met zijn stokje en de hele transformatie van PSV is compleet. We hebben vandaag gezien dat het ook wel moeizamer kan gaan. Niettemin, nog maar eens gezegd, als het moeizaam gaat, noteert PSV gewoon 70% balbezit en 23 doelpogingen.